vrienden, het is vrijdagochtend nog, steeds. Op mijn horloge is het 11 minuten over 11. En het is 9 maart. Dat ik zou zeggen, welkom op deze nieuwe, splinternieuwe vlog. Straks vanmiddag komt Astrid weer. En ik blijf weer eten. We eten spruitjes met, hoe heet dat? Boeren, boeren, boeren. Even. Daar. Boerencarbonade. Dus dat ga ik straks bakken. Ik ga de spruitjes zo meteen opzetten. Die moet ik uit de vriezer halen. Maar ik ga eerst voor mezelf zorgen. En dat is een broodje eten. Ja. En dat gaan we eerst doen. En ik heb post gehad. Van de hulpmiddelencentrum, want die zijn weer zo lekker achterlijk. We wonen hier al, nou, moet niet liegen. Het wordt in 22 april geloof ik al 4 of 5 jaar, één van die twee. Krijg je nog steeds post voor de bewoner die hier voor ons heeft gewoond. Ja, ook van hetzelfde bedrijf. En ook voor mijn man. Zij is wel goed bij hun hoofd. Dan ben ik misschien gek, maar hun zijn achterlijk. Ja. Je geeft alles door dat je man is overleden en nog blijven ze post sturen. Dat ik zal straks openen en ik zal ze bellen en dan waait de wind van voren. Ja. Ik vind dat niet fair, ik vind dat niet behoren. Nee. Laten ze het systeem eventjes goed nakijken en daar desnoods, als ze het al nog weer niet hebben, want ze zijn gefusilleerd, laten ze dat dan goed doen, ja. En niet langs elkaar heen werken, want dat gebeurt heel erg veel. Niet enkel bij dat bedrijf, maar bij alle bedrijven. Werk langs elkaar heen en 3-4 jaar krijg je nog post voor iemand die overleden is, ja. Gaat nu helemaal zo. En ik hoorde miauw. Oh, daar ben jij, ons prinsesje. Dus lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van jullie dag. En geniet van deze nieuwe vlog. Tot vanmiddag. Doei, doei. Ja, lieve vrienden, ik ga dus beginnen. De spruiten, die staan al op. Ik heb er altijd een klontje boter bij. Waarom? Nou, om één reden. Dan kookt het niet meer over. Ja, het kan wel spetteren, omdat als je te hoog hebt en je bent er nog niet bij of wat dan ook, dan spettert het natuurlijk wat, maar het kookt niet meer over. Dus je hebt je gasstel als je op gas kookt niet meer vol met water leggen. Dat gaat nog smelten en dan gaat er één voor één die erin en dan in de soeppan. Er zit ook nog een wasje in, daar legt hij. Die is voor mij. Voor morgen weer. Dit is voor vandaag. Dus dat komt allemaal goed. Ik zal de kookplaat aan gaan doen. Eerst de achterste pit. Dat is die. Die zet ik even op 7. Gaat dat wat sneller. Die op 6. Zo. En daar. Die. En die gaan ook door de spruiten. Dat gaat door de spruiten. Die niet. Want de spruiten zijn groen. Ja. We maken er weer een heerlijke maaltijd ervan. En ik ga eens mijn koffie even opdrinken. Die staat koud te worden. Dus ja, en dat vind ik een beetje zonde. Zo, ook weer gedaan. Mijn handje legt lekker op de bank. Nou, en ik heb die instanties van... het hulpmiddelcentrum heb ik ook gebeld en nou ja, 2 brieven moet ik retour afzender doen. Ik heb wat in mijn mond en ik weet niet wat. Ik heb ook een bultje aan mijn tong, dat is ook irritant. Maar ja, doet er niet toe. Ik laat jullie straks natuurlijk weer eventjes zien hoe het vordert. Nu sluit ik jullie weer even af. En het ziet er al overheerlijk uit, ja. En het staat nu een beetje weer te hoog. Ik had hem even op 7 gezet, omdat het langzaam ging. En ik was een uitje vergeten te pakken. Die gaat ook nog door de spruiten. En daar gaat de helft van doorheen.
Van die rode en die gele gaan de helft er doorheen. Ja. Niet helemaal, want dat overheerst en dat wil ik niet hebben. Nee. Maar het ziet er overheerlijk eruit. Ja, ja. Tot straks. Ja, nou, dat kookt. De spruitjes. Wat er doorheen komt is ook klaar. Dat is dus gele paprika, een kwart ervan. En een rode paprika, spekjes en twee sippeltjes. Ja. En de jus heb ik net uitgedaan. Daar zit het lekkere vlees in. Yummy, yummy, yummy. Dat Astrid die zal vanavond weer lekker smullen. En waarom ik er een theedoek omheen heb? Nou, simpel. Ik zal hem eens even zo draaien. Dan pak ik even dat ding weer. Kijk, een houten spatel. Nou, soms wil de oor wel heet zijn. En dan kan hij hem niet pakken. En soms, ja, dan moet hij scheef. Maar dan wil hij niet blijven leggen. Vanwege dat die rand eigenlijk niet goed is. Ja, en dan zit hij te hannissen en mij te verbranden. Hè? Nou, dan heb ik hem dus zo staan. Met dat ding. Nou, maar zo kan ik hem ook optillen. En zo doen. Ja, dat. Zo, enkel ik moet nou voor die uitkijken, want die is ook nog heet. En dan kan ik hem zo weer oppakken. En dan is het weer zo. Hop. En dan is dat weer scheef. Enkel een beetje te nu. Zo. Zo staat hij goed. Nou, dan kan je pruttelen, lekker koken. Tot het gaar is. En ja, een heleboel mensen eten de spruiten, dan zijn ze nog wat hard. Krijg ik niet weg. Ik heb geen gebit. Nee. Doet er ook niet toe. Ik kan ermee leven. Kunnen jullie ermee leven? Ik wel. Ik ben ook niet de enige op de wereld die geen gebit kan dragen. Omdat het gewoon niet kan. Omdat de kaken te klein zijn, te smal zijn. En dan kun je wel een plug-in systeem krijgen, maar dat lukt zelfs bij mij niet. Nee. En ik wil ook geen gehannes meer aan mijn lichaam. Dat, nee. Ik ben bang voor operaties, want ik heb een keer, twee keer meegemaakt nu, dat ik niet uit de narcose kan komen. En daar kom ik heel moeilijk uit. Dus hoog noodzakelijk. Ja, dan zeg ik van pas op, ik kom bijna niet uit die narcose vandaan. Maar voor de rest, liever geen operaties meer. Nee, ga ik liever zo wel dood. Ja. Simpel zat, dan geven ze me maar, als ik te veel pijn moet lijden, geven ze me maar een injectie. Ben ik er ook weg. Maar in ieder geval, dat is hier de zijn. Lieve vrienden, ik ga weer even sluiten. Dan kan ik de troep opruimen. Ja, en zometeen even een spruitje proeven. Kijken of het tenminste proeven. Even met mesje erin steken. Merk je gauw genoeg of het gaar is. Dat ik zou zeggen, tot strakjes. Ja, lieve vrienden en kijkies. De spruitjes met alles erop en eraan. Aardappelpuree en boerencarbonade. En een wit wijntje. En een bakje koffie. Ja, en ook die gaat lekker eten, Astrid. Jazeker, gaat ze lekker eten. Of niet dan? Jazeker. Jazeker, zegt ze. En daar zit die te bedelen. Die daar ginds hebben we teruggestuurd. Want die mogen, ze mogen niet bedelen. Oh, de rest is weg. Oké dan. Nou. Tot vanavond. Hey kerel. Hi man. Hi man. Hey, nog één. En ik zag een mugje. Ja, een nachtvlindertje. Wat is dat? Ja, weet ik veel. Ik zag wat vliegen, dus. Dat was of een mugje of een nachtvlinder. Dan ben ik hem kwijt. Ik hou niet van ongedierte. Bah, nee. Niet leuk. Maar lieve vrienden, ik zou zeggen, het is weer avond. Ja, en ik was vanmiddag niet gekomen, omdat ik het huis vol visite had. Ja, en
Astrid die wil liever niet op de vlog dan wel. En die andere twee maakt het niks uit, ja. Je moet toch ook aan iemand, degene denken die het niet wil. Dus ja, ik heb het erbij gelaten. Ik denk, laat maar. Maar ik had huis dus vol. Onverwachts kwam er meer visite dan ik had verwacht. Maar het maakt niet uit. Ik heb weer een spiegel af. Ja, die laat ik jullie eventjes zien. Ik ben er blij mee. Hij is echt geweldig mooi geworden. Simpel, maar mooi. Ja. En ik kom later vanavond natuurlijk weer even retour. Maar ik laat hem nu even zien. En daarna ga ik goede tijden, slechte tijden te kijken. En naar de Voice of Kids. Dus ik zou zeggen, een fijne avond. En geniet van alles met wat je gaat doen. Kijk, dat is de spiegel. Ik zal hem even proberen dichterbij te halen. En ik vind hem zelf super mooi. Even, ja, het wordt niet schil van het liggie. Maar hij is echt geweldig mooi. Ik zal even proberen in te zoomen, zodat jullie kunnen zien wat erop zit. Die even scherp stellen, maar dat doet hij ook niet. Wat is dit nou? Ja, doe het zo. Het is een ketting eigenlijk met sterretjes. Die ik gisteren gekocht bij Action. Ja, ik heb geprobeerd om hem schoon te maken. Maar ja, daalt toch ten alle tijde stof neer. En vooral wanneer er licht op schijnt. Nou, en natuurlijk weer een boeketje. Ja, dat moet ik nog even beter doen. Dat die blaadjes moeten allemaal nog goed. Ik ben er net met mijn vingers eronder door geweest. Dus ja, dat staat allemaal weer wat omhoog. Maar hij is echt een mooi geworden verder. Ik ben er blij mee. En ik hoop diegene die hem krijgt ook. Want deze wordt ook weer als een dankjewel. Daar ik zo, ja, goed bij word gestaan. Ook door haar, ja. Dus ze weet het nog niet. Maar ze krijgt het. Ja. Dus simpel zat. Maar de volgende is te koop. En ik probeer weer net zoiets dan te maken. Dus jullie zullen hem zien. Hé, hey, liefie. Kom je kijken bij vrouwtje. Hé? Ja. Lieve vrienden. Ik heb spiegel 2 klaar en nu een vierkante. Eigenlijk bijna hetzelfde dat de ronde. Maar toch ook weer super mooi. Al zeg ik het zelf. Ik laat hem jullie eventjes zien. Ja, dit is hem geworden. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Het daalde weer stof op. Ik had hem schoon. Maar ja. Het gebeurt wel vaker, hè? Hier nog een stukje lijm eraan. Nou, kan er ook af. Weg ermee. Dus hij is super mooi. Die naad die jullie zien, dat is in mijn plafond hoor. Ja. Leuk bordje bloemetjes erop. Ik vind hem weer schitterend en ook natuurlijk weer die sterretjes. Ja, ik vind hem mooi, of zeg ik het zelf. Een hele goede morgen alweer. Wow, ik wist niet dat het al zo laat was. Oh, oh. Maar ja, maakt niet uit. Het loopt tegen 10, voor 2:30, midden in de nacht. Dus zaterdagochtend 10 maart alweer. Ja, wat gaat de tijd hard. 10 maart. Jongen, nog een toe. Ja, dat heet als je van alles en nog wat gedaan hebt, hè. Ja. Maar ik zou zeggen, dit is dus de einde van deze vlog weer. En ik wens iedereen die net zo laat is als ik ben. Een welterusten, lekker slapen, met mooie dromen,
gezond weer op. En natuurlijk God zegen erbij gewenst. En mijn hondje, ja, die slaapt. Nou ja, slapen. Wat heet slapen, hè? Ja, daar ligt hij dan. Hij is moe. Ja, en dan, we hebben er nog eentje, ja. Ja, we hebben er nog eentje. Zo, miauwe. Dat is miauwe. Wat een dikje. Oh, hoe is hij dan? En dan komt er nog één aan. Poink. Hé, kereltje. Hé. Gekkie. Ach ja, oh sorry, dat was mijn hand weer. Ja, ja, kom maar bij. Hé, zo hè. Ja nou. Hé. Kereltje. Ja. Oké, nou, ik zou zeggen nogmaals welterusten en tot morgen. Doeg, doeg.